Eddy Blankaert, zo'n supporters heb je nog nooit gehad, denk ik. Nee, ik denk dat ik ook nooit de Ronde van Vlaanderen meer ga winnen als ze nog zo'n supporter zijn. Heb jij nu supporters bijgewonnen na die Ronde van Vlaanderen? Merk je dat aan de post bijvoorbeeld? Ja, toch wel. Als je Ronde van Vlaanderen kunt winnen, dan gebeurt hier wat. Voor beide aankomsten lekker band kan geen kwaad meer. Maar dat geeft niet. Dat is, dat is hem. Natuurlijk, als je supporters bijgewonnen hebt, dat zou wel zijn. Ronde van Vlaanderen wint je ook niet ieder jaar natuurlijk. Wat doe je nu de voorbije weken? Meestal zegt men, in december moet de renner terug op de fiets kruipen. Ben jij alweer bezig? Dat is nu gebeurd, hè. Nee, toch niet. Nog niet. Ik heb heel weinig gedaan deze winter. Zoals iedere winter, dus ik probeer zoveel mogelijk te rusten, als ik dat kan. En dan mijn training die begint in feite januari. Ja, het buikje is inderdaad nog niet helemaal weg. Hoeveel kilo zit je boven je gewicht nu, denk je? 52 kilo. Je bent wel frisse lucht gaan opzoeken. Je hebt een grote boerderij gekocht, hè? Waar is dat ergens? Ja, een grote, laten we zeggen een boerderij. Er is nog veel verschil tussen een groot en een boerderij. Wat doe je nu tijdens de voorbije weken? De fiets niet, maar ben je bijvoorbeeld, je hoort tegenwoordig veel, je moet gaan lopen, je moet in het bos gaan trainen, Roger de Vlaming en zo meer. Wat doe jij dan? Niks? Ik moet eerlijk zijn, normaal doe ik wel wat tijdens de winter, vooral loopoefeningen. Maar ik heb deze winter last gehad aan de rug. En ik kon daar niks aan verhelpen, dus ik heb heel weinig kunnen doen nu. En daarom heb ik ook zoveel gewicht bijgewonnen. Ik sta nu voor het ogenblik 7-8 kilo te zwaar. Betekent dat al dat, laten we zeggen, het begin van het seizoen wat moeilijk zal liggen voor jou? Ik denk het niet, want normaal gezien doe ik dat toch. Ik heb dat vroeger in het verleden nog gedaan, dus winters niets gedaan. Dan beginnen trainen in januari en dan toch goed rijden in het voorjaar. Ik ga nu dringend beginnen, dus ik denk dat ik toch wel met de voorbereidingskoersen wel de goede conditie kan bereiken tegen de klassiekers. Toen jij in 80 van de amateurs overstapte naar de profs, was iedereen het eens over één zaak. Dat was dat Blankaert zeker zeer snel een klassieker zou winnen. Toch heeft dat dus 8 jaar geduurd. Hoe komt dat eigenlijk? Heeft dat zo lang geduurd? Ik heb het daar straks opgezocht. Dat wist ik niet meer, eigenlijk. Zo lang dus? Dat heeft lang geduurd, inderdaad. En hoe komt het, ja? Mijn tweede jaar reed ik tweede in de Ronde van Vlaanderen, vierde Parijs-Roubaix, vierde Gent Wevelgem. Dus met een klein beetje meeval win ik misschien dan. Maar ja, ik zeg het, het heeft lang geduurd en het is zoveel te beter. Hè. Is dat dan alleen een kwestie van geluk hebben? Tweede worden of winnaar zijn? Het komt er wel veel op aan met geluk te hebben, want ik ben ook geen Eddy Merckx of geen Roger de Vlaming. Ik heb niet... Maar wel snel natuurlijk. Ik ben wel snel, maar ja, dan in een klassieker speelt dat niet zo'n grote rol. Want het is toch meer een uitgedunde groep die naar de meet gaat. Dus, en dan, vooral als je snel zit, heb ik dan nog wel nadelen, denk ik. Want... Dan rijden ze niet door met u en als jonge opkomend talent, waar ze veel van verwachten. Ik heb het zeker niet gemakkelijk gehad en daarom heeft het misschien wel langer geduurd, maar ook misschien omdat ik te gemakkelijk leven ging als wielrenner, misschien dat kan ook. Je hebt ook minder mooie momenten gehad dit jaar. Ik denk dat je met een BTW moet terugdenken aan het wereldkampioenschap. Daar was jij, zeggen de meeste waarnemers daar, de sterkste man in de wedstrijd. Ja, ik was heel goed die dag. Ik had er alles voor gedaan ook. Maar ik heb misschien, ja, ik weet het niet als de mensen zeggen hij heeft Tom gereden, maar ik durf het niet zeggen als dat Tom rijden is. Twee ronden van het einde weggaan is toch maar 20 kilometer, niet meer een goede 20 kilometer. Dus met een klein beetje meeval kon het erin zitten, maar het heeft niet mogen zijn. En als ik dan zie wat Claudie voor gehad heeft, mag ik nog van geluk spreken in feite. Maar heb jij dat niet? Als jij goed rijdt kun je het niet wegsteken. Tijdens dat wereldkampioenschap zat je eigenlijk al van bij de start ook in de eerste rij van het peloton te rijden bijvoorbeeld. En dan merk je, ik denk een Argentin, die zit dan altijd op de laatste rijen. Ja, misschien wist hij niet goed zijn weg, Argentin, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het heel voornaam is voor aantreden in een WK vooral. En ja, ik wist het met de krachten omspringen. Je moet toch eens kiezen. En als een groep weggaat met Bontempi, met Van der Poel en nog goede renners, dus favorieten, dan moet je toch niet blijven wachten, denk ik. Ik denk dat de koers toch min of meer uit die situatie op 3 ronden van het einde gelopen was. We hadden 2 minuten voorsprong. Dan de Ronde van Vlaanderen nog even. Voelde jij van 's morgens, dit wordt een grote dag voor mij, of heb jij lang met twijfels gezeten? Nee, ik dacht, moet ik de Ronde van Vlaanderen winnen? Ik had het al een paar jaar gedacht, maar het had niet mogen zijn. En nu, ik had gefaald in Milan-San Remo. Ik had nog weinig koersen gewonnen tegenover de vroegere jaren. En nu was ik enige kopman. Dus in feite moest ik in de Ronde van Vlaanderen wel recht zetten. En het is mij goed gelukt. Met een beetje geluk misschien en een goede dag. En ik ben er heel tevreden over. En hier zijn we bij de 3 kopmannen. Met Phil Anderson aan de leiding voor Eddy Blankaert en Adrien van der Poel.
de Bosberg na 266 kilometer op 13 kilometer van de aankomstlijn. Danens klampt aan. Motet ook. Sergeant recht op de pedalen. Ze zijn praktisch boven. De drie koplopers zijn al over de top heen. Ginder ziet u ze rijden. En hier komen ook de achtervolgers. En nu mooie brede wegen naar Meerbeke toe. Maar de voorsprong is zo klein dat één felle sprong genoeg kan zijn voor een van die achtervolgers om aan te sluiten. En Van der Poel gegrepen. En de andere twee gaan door. Van der Poel niet mee. Plankaert en Andersson wel. Die hebben opnieuw een 50, 60 meter. Wat een ommezwaai. Ja, en daar zijn ze vooraan met Phil Andersson die nu voluit gaat. Dat kan hier op deze wegen. Dat is niet onmogelijk voor dit tweetal om stand te houden. Het is niet ver meer. 13 kilometer. Maar kan hier met grote versnelling tempo maken. Ja, misschien mag Phil Andersson ook even meeluisteren. Die gaat nu even demareren. Probeert Plankaert te verrassen. Wil dus gewoon niet meeluisteren. Heeft er geen interesse voor. Denkt aan zijn eigen kansen. Of zal Plankaert hem toch iets toefluisteren? Zal hem toch kunnen overtuigen om mee te blijven werken? Het zou jammer zijn als die twee het nu weggooien. Daar komt ook Kees Priem. Intussen begint het tempo hier wel te zakken. En dat is jammer. Demarage van Phil Andersson. Wil zelf winnen en moet dat doen met de voortdurende demarages. Want in de sprint is hij niet zeker. Nog 3 kilometer. Maar het is een gevaarlijk spelletje wat ze hier nu gaan opvoeren. Ze zouden op een domme manier zo nog de overwinning uit de handen kunnen geven. Alweer een demarrage van Phil Andersson, de zoveelste. En Eddy Plankaert recht op de pedalen, komt toch weer in het spoor. Maar dat is niet gezond. En weer eens Phil Andersson. Heeft Plankaert nog genoeg kracht om te reageren? Ja, het lijkt er wel op. Perst er alles uit en zal in het spoor terugkeren van Phil Andersson. Spanning te snijden hier. Phil Andersson geeft zich niet gewonnen, is vastbesloten zijn huid duur te verkopen. En plots mogen we dan toch een demarrage verwachten van Eddy Plankaert, de snelste van de twee. Maar dat ziet goed voor Plankaert. Phil Andersson zal dan toch van ver op kop beginnen. Het grote moment is nu aangebroken voor Eddy Plankaert. Mag zich ook voluit op gang trekken. Andersson gaat, Eddy Plankaert wordt naar het publiek gedreven, maar nee, heeft nog genoeg ruimte over. Zij aan zij nu de sterkste zal winnen en dat is Eddy Plankaert, de snelste zeker. Eddy Plankaert met lengtevoorsprong wint eindelijk de Ronde van Vlaanderen. Dolgelukkig is die schitterende overwinning van Eddy Plankaert. 1988.